Dit is de Haagse Ballonnenboer en Stekeltje. Hoi allemaal, welkom weer bij de Haagse Ballonnenboer. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer gaan we weer een beetje in het enge gebeuren, oftewel Halloween, met de vampier. Hij is niet al te moeilijk, lekker simpel. Bestaat uit 3 ballonnen, een 5 inch, een zwarte 260 en een witte 260. Nou, waar we mee beginnen is gewoon met de zwarte. Ik blaas hem met de dubbele pomp. Dubbel luchtpomp. 1, 2 en 3 keer op. Zo. En waar je mee begint is eigenlijk met zijn ene arm. Ik maak een bolletje, niet al te groot. Zie je? En een klein loopje, want dat wordt zijn hand. Ja? Nou, dan doe ik deze zo naar beneden. Een heel klein beetje erin knijpen. En dan, dit doe ik weer, zie je? Dus met mijn vingers douw ik het plat, laat ik hem los. En dan heb je dit als arm. Maak hem niet te groot. We krijgen nu een loopje erbij, een kleintje. Kijk. En nog een klein loopje. Zo, dus draai je om elkaar heen. En dan kijk je even hoeveel je over hebt. Voor zometeen dit te maken, ik maak de kip aan de achterkant. Ik stel een iets grotere loop, zie je? Ik maak hier weer even die vouw, zo. Kijk, dat je dit krijgt. Dan leg ik hem naast elkaar, zie je? Als ze allebei even groot worden. En dan zet ik hem zo vast. Bij elkaar, zo. En je ziet dat je dan de armen hebt helemaal compleet. Wat heb je dan nodig? De witte ballon. Die blaas je bijna helemaal op. Zo, kijk, zie je. Ook daar maak ik een klein bolletje en een klein loepje. Zie je? Alhoewel, ik maak het iets groter, want dit zijn ze eigenlijk zo'n voeten, zogenaamd. Je moet wel het verschil zien met zijn handen natuurlijk, dus ik maak het toch even net iets groter. Dit rek ik een beetje uit. Oh, zo leuk geluid. Dat hij een beetje soepeler wordt, zie je? Dus die trek ik een beetje zo helemaal vol. Dan zoek ik bijna het midden op. Want ik wil zorgen dat ik hier dan ook nog zijn voet over kan. En dan, kijk, als ik dit heb, zie je? Dan pak ik hier het midden. Die doe ik hier bij alle loepjes. Gaat hij eromheen. En wat ik dan doe is weven. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. En hier omheen. Dan maak ik hier een bolletje. Zo, zo. En eventjes een beetje meer speling. Zo. Een beetje dat ze gelijk zijn. Je ziet nu wat je krijgt, zie je. Alleen moeten we dit nog een beetje in de goede proportie zetten. Dus de armen die gaan onder de kleine loepjes. Zo. De keep gaat natuurlijk naar de achterkant. En we gaan eerst even zorgen dat we de 5 inch ertussen gaan zetten. Ik knoop het vast bij de keep. En de andere twee, zie je. Die zet ik even zo neer. Zo. Kijk, dan krijg je al gelijk meer de vorm. Wat we nu moeten doen is zorgen dat het van vampiertje wordt. Dus de ogen. En dan. Het is heel makkelijk te hoeven alleen maar dit te doen. Dus eigenlijk 2 wenkbrauwen. En dan doe je hier alleen weer dit omhoog. Kijk, en dit vul je op. Dan maak je zwart en dan maken we er wel even een vrolijke vampier van. Heb je een rode pen, dan kan je hier altijd nog bloed, weet je, of witte tandjes en dan bloed eraan maken. Dus je kan het helemaal zelf bepalen. Nou, ik hoop dat je hem leuk vindt. Hij is niet al te moeilijk. Als je dit af wil werken, hè, want normaal gesproken knip ik dit eraf. Maar je kan ook nog zeggen van nou, ik maak daar een mooie, hè, heb je de pinstwissers onder de knie. Dan maak ik er gewoon pinstwistjes van. En dan ziet het er ook net even wat allemaal netter uit. Voor nu, voor Halloween. Weer een hele simpele om te maken. Die kan je heel snel
aan de kinderen geven. En maak hem in het oranje, maak hem in het paars, want dat zijn toch een beetje de kleuren ook van Halloween en met de vampieren en zo. Dus je kan ook nog schakelen met de kleuren. Nou, voor nu een hele fijne dag. Heb je ballon nodig? Kijk even op de webshop van ballonnen-hondje en dan kun je alles vinden wat je nodig hebt. Voor nu, veel plezier en tot de volgende workshop. Doei! Dit is de Haagse ballonnenboer en stekeltje. De Haagse ballonnenboer en stekeltje. Een konijntje of een olifant, een paardje of een stier. Ja. Ik maak hem echt zo.